Goedemiddag Tineke en Akke, we staan hier in het Jan Kunnen Museum. Jullie zijn vrijwilligers uit Bergen, jullie werken beide hier in dit museum. Wat zijn jullie werkzaamheden hier in dit museum? Nou, we zijn de gastvrouwen van het museum. Wij zijn de eerste die mensen tegenkomen. Ze komen dus naar binnen en ze zien ons staan bij de kassa. Wij zorgen dus dat mensen een kaartje krijgen en we vertellen het nodige over het museum. En we hebben hier verder ook het beheer over de winkel. Oké, dankjewel. En Akke, wat zijn jouw werkzaamheden hier? Hetzelfde beetje? Ja, hetzelfde als Tineke. Ook de mensen ontvangen en dan wijzen we, als ze hier geweest zijn voor een kaartje, wijzen we de weg waar ze de jassen kwijt kunnen, de tassen. Want we hebben kluisjes, want ze mogen niet de grote tassen meenemen naar boven. En dan wijzen we vertellen welke tentoonstellingen zijn. Maar over de inhoud hoeven wij niet te praten, want daar hebben we de supposter voor boven. Oké, die supposter zitten boven, dus die weten daar meer achtergrondinformatie over te geven. Ja, die weten meer over de kunstwerken zelf. Wij vertellen wat de tentoonstellingen inhouden en op welke etage welke tentoonstelling is. En waar ze verder, waar het café is, waar de toiletten zijn. Wij zijn een beetje de wegwijzer in het museum. Heel belangrijk voor een museum. Akko, ben jij hier vrijwilliger geworden in het Jan Kunnen Museum? Nou, eerst was het van de gemeente dit museum, maar het is een stichting geworden en dat is 2 jaar geleden gebeurd. En ja, toen hadden ze vrijwilligers nodig en ik heb gewoon een advertentie in de Brabants Dagblad gezien en heb ik ook gesolliciteerd. Oké, dus Tineke, ging jou, bij jou precies hetzelfde op de, als vrijwilliger hier worden? Nou, ik ben ook vriend van het museum en via de vrienden van het museum, tijdens een uitje hoorde ik dat er vrijwilligers gevraagd werden omdat het museum zelfstandig werd. Dus ik ben een vrijwilliger een beetje van het eerste uur, denk ik. Want ik vind het gewoon heel erg leuk, ik weet niet zo gek veel van kunst zelf, maar ik vind het erg leuk om iets te leren over kunst. Dus dat is belangrijk. Ja. Hoeveel bezoekers heeft het museum zo jaarlijks? Nou, dat is heel verschillend. Ik werk hier ook van het eerste uur. En toen waren er soms per dag maar 5 à 10. Maar het hangt gewoon van de tentoonstelling af. Want we hebben prachtige tentoonstellingen gehad van Chris Berends. En we hebben nu de tentoonstelling van de Powervrouwen. Met de opening hebben we 500 mensen op de zaterdag gehad en 500 op de zondag. En zo door de week loopt het zo rond de 200 per dag. Dat is eigenlijk helemaal niet verkeerd. Want het is toch een redelijk klein museum, als ik het vergelijk met het Rijksmuseum even natuurlijk. Ja. Is het helemaal niet verkeerd. Hoeveel uren werk je per dag, Tineke? Nou, ik werk meestal op donderdagmiddag van 2:30 tot 5:00. En een andere keer weer zo'n ochtend. En wij werken ook eens in zoveel tijd een dag in het weekend. Op zaterdag of op zondag. Heb je enig idee hoeveel vrijwilligers er zijn hier in dit museum? Nou, dan moet ik even Tineke vragen. Weet jij het precies? Ik weet het niet precies. Ik denk alles bij elkaar, 80 ongeveer. Ja, zijn dan best heel... 80, dat is behoorlijk. Dat is behoorlijk veel voor zo'n museum, ja. Het is er niet alleen in de winkel, maar ook... En voor de educatie ook nog erbij, hè? En de educatie hebben we, ja. Wij lopen hier dat museum hier binnen en we zien wel dat er behoorlijk wat veranderd is ten opzichte van jaren geleden dat ik hier ben gekomen. Wat is er afgelopen tijd allemaal gebeurd? Ja, er is heel veel veranderd. Eerst was de ingang ook aan de andere kant. De receptie was in de hal en het winkeltje was heel klein. En er is dus nu een heel café bijgekomen, wat een heel modern stuk daaraan is gebouwd. En de winkel is enorm vergroot, zodat de collectie die wij in de winkel kunnen verkopen, ja, enorm veranderd is. Ja. Wat verkopen jullie hier allemaal, Akke, zo in dit winkeltje? Je hebt nou natuurlijk heel veel kunstproducten, hè? Want het is een museum. We hebben veel kunstboeken, prachtige kaarten. En natuurlijk, als er een tentoonstelling is, nu van de Powervrouw, hebben we de boeken van de kunstenaars, kaarten van de kunstenaars. En in de café verkopen we dus, dat is ook wel heel grappig, allemaal producten uit de regio. Ik zag in de krant, er is nou inderdaad een tentoonstelling Powervrouwen. Daar wordt nogal veel reclame over gemaakt. Komen er nou ook veel klanten binnen die speciaal voor deze tentoonstelling hier komen? Jazeker, ze komen overal vandaan. Door heel Nederland, want ik heb afgelopen donderdag gewerkt. Nou, Den Haag, Rotterdam, Den Helder, Friesland. Okay. Nou, het is gewoon fantastisch. België zelfs ook. België. Mensen. Maar ik moet zeggen, onze directeur heeft heel goed reclame gemaakt. Ze is bij Omroep Max geweest. Blauw Bloed is ze geweest. Ik heb haar op de step gezien, want dat is dan van Os. Dan worden ze geïnterviewd. Ja, hoe het heet, weet ik niet zo goed, maar opperste. Nee, maar ook in bladen, hè? In bladen is ook veel reclame. Een combinatiekaartje met de NS. En de landelijke
dagbladen. Ja, hè? Ja, precies. Ja. Ja, ja, dat heb ik net ook gezien. Oké, dank jullie wel. We gaan lopen even met jullie mee wat jullie allemaal aan het doen zijn. En dan dank ik jullie nu voor deze interview. Dankjewel. En veel plezier. Ja, dank. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. Komt gezellig ons museum bezoeken. Ja. Prima, u heeft het museum jagen. Dank u wel. En dan krijgt u een gratis kopje koffie of thee. Na afloop van het museumbezoek. Ja, ik zou graag... Oh, kijk eens wat leuk. Die gaan we even scannen. Wel, zal ik er voor u pakken? Ja. Ik word er heel stil. Mijn kind is goed. Als ze dit zien, denk ik, nou, die moet echt niet in de winkel komen werken. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Ik vind het ontzettend leuk om hier te werken. Zou het ook iets voor jou zijn, Tineke? Nou, je hebt me heel erg enthousiast gemaakt.